Goedemiddag, beste webinar-deelnemers. En welkom bij onze eerste webinar van de Talent Academy in een reeks van nog meer webinars die wij gaan uitzenden om jullie beter op weg te helpen. We hadden maar liefst 98 inschrijvingen, wat dat een aangename verrassing was, maar langs mijn kant denk ik dat daar ook een zeer goede verklaring voor is. Mogelijk heeft onze marketingteam heel goed zijn werk gedaan, waarvoor dank natuurlijk. Maar langs de andere kant denk ik dat het succes van dit eerste webinar ook wel deels te verklaren is door de crisis die aan de gang is. We kunnen er niet omheen. De coronacrisis die heeft ons een aantal weken geleden eigenlijk gedwongen om allemaal van thuis te gaan werken en op een nieuwe manier ook met elkaar te gaan samenwerken. En ik vermoed dat dat bij heel veel bedrijven, bij heel veel organisaties een bewustwording gecreëerd heeft. En vooral ook de pijnpunten rond samenwerken op afstand toch heeft gaan blootleggen. En nu dat we eigenlijk voor een geleidelijke weeropstart zitten van de werkzaamheden in onze economie, denk ik dat er veel mensen willen gaan kijken naar hoe kunnen we het beter aanpakken, hoe kunnen we het sneller aanpakken. En dat was dan ook, of is dan ook natuurlijk de insteek van deze eerste uitzending die we doen. Design plus Marcom, harder, better, faster, stronger. Hoe kunnen we eigenlijk op afstand beter met elkaar gaan samenwerken en dan vooral iets wat altijd al een moeilijke combinatie is geweest, of toch vaak designers en marketers, hoe kunnen die beter met elkaar samenwerken in deze tijden? Goed, ik ga eventjes een korte presentatie erbij halen. Nu, we hebben ongeveer 45 minuutjes. We zijn met een heleboel deelnemers. Ik heb hier een chatvenster aan de rechterkant staan, zoals dat jullie zelf ook kunnen zien, waarin vragen kunnen gesteld worden. Maar er is aan het einde van dit webinar nog een kwartiertje de tijd om vragen te beantwoorden die jullie mogelijk hebben. Ik heb hier ook een collega op een acceptabele social distance van mij verwijderd, die ook mee de meest interessante vragen of prangende vragen zal gaan noteren en naar mij doorspelen. Maar er is dus aan het einde nog ruimte voor vragen te stellen over de dingen die jullie te zien gaan krijgen. Goed, wat gaan jullie te zien krijgen? Misschien een interessant onderwerp. We gaan het eigenlijk over hoofdzakelijk drie onderwerpen hebben. Over drie onderwerpen hebben. We gaan het hebben over de cloud. Niet alleen Creative Cloud, maar ook iets breder dan dat. We gaan het hebben over Adobe Spark. Dat is een tool van Adobe die zich richt op marketeers eigenlijk. En we gaan het hebben over Premiere Rush. Nu, over Spark nog eventjes heel kort. Spark is een tool om visuele middelen te gaan aanmaken die mogelijk wel handig kunnen zijn of die een toolkap mogelijk wel handig zijn voor mensen die heel vaak visuele middelen voor social media, voor e-mailings en dergelijke moeten gaan maken of voor de website beelden moeten voorzien. Dat kun je heel snel gaan doen met Spark. Premiere Rush, dat is een beetje het kleine broertje van Premiere Pro. Dat is een videobewerkingsapplicatie. Dat is een heel jonge applicatie. Die is nog maar een dik jaar. Ik kijk even naar mijn collega, denk ik, toch wel officieel gereleased. 2 jaar nu ongeveer dat die eigenlijk verkrijgbaar is. En dat is een heel lichtgewicht, eenvoudige applicatie om je aan de slag te gaan van Adobe. Goed, ook mooi meegenomen misschien, deze tools. Momenteel is Spark gratis voor de komende 2 maanden, inclusief alle features die nog aan bod gaan komen. En ook Premiere Rush, daar is momenteel een starterplan voor tijdens deze crisis. Goed, we gaan het eerst hebben over de cloud. Waarom moeten we het eerst hebben over de cloud? Omdat dat natuurlijk de sleutel is om op afstand beter te kunnen gaan samenwerken. Voor de deelnemers hier die reeds over een account beschikken bij Adobe,
Die zullen daar al een beetje mee vertrouwd zijn natuurlijk. Die kennen het principe van de login die je hebt bij Adobe. Vroeger werkte dat heel anders. Je kocht software, je kreeg een serienummer en je ging dat op je desktop gaan installeren. In 2013 echter heeft Adobe Creative Cloud gelanceerd en dan verdwenen de serienummers en werden we overgeschakeld op een login-principe. Heel sterk te vergelijken met Office 365. Ik denk dat velen van jullie daar ook wel mee vertrouwd zullen zijn. Dus ook bij Adobe stapten ze daarop over. En ja, eigenlijk toen hebben we het domein van de desktop achter ons gelaten en is Adobe enorm hard beginnen inzetten op een verdere ontwikkeling van zowel mobiele apps, desktop apps, als een aantal webservices die allemaal verbonden worden door middel van de Creative Cloud. En dat gebeurt allemaal door middel van uw Adobe ID. Zijn er mensen onder jullie die nog niet over een Adobe ID beschikken? Vaak is dat zo voor mensen die in communicatie of marketing zitten. Of die eigenlijk zelfstandig een zaak uitbaten. Die hebben niet per se een Adobe ID, maar je kunt dat gratis aanmaken op de website van Adobe. Dus ik zou iedereen hier aanwezig vandaag die dat nog niet heeft, gerust willen durven aanraden, maakt u alvast via adobe.com een account aan en je kunt al aan de slag. Je krijgt al een aantal zaken gratis. Ik ga die ook eventjes gaan tonen. En het scherm daarvoor eventjes delen. Goed, wat je hier kunt zien is een account, een free account die ik voor mezelf heb aangemaakt, waar dat dus geen 2 gigabyte opslag. Geen geluid? Oké. Ik ga eventjes stoppen met delen. Is nog altijd slecht het geluid? Oké, ik ga eventjes stoppen met mijn beeld te delen. Is het nu beter? Collega Tom, het is terug in orde, hoor ik. Oké, prima. Goed, dank u wel, mensen. Alright, dus het kwam misschien doordat ik de screenshare tegelijk had ingeschakeld. Excuses daarvoor. Goed, maar dus wat krijg je bij gratis Adobe ID? 2 gigabyte opslag in de cloud, een beetje zoals bij een gratis Dropbox-account. En ook een aantal applicaties, zowel op mobiel als op desktop, die jij gratis kunt gaan gebruiken. En je krijgt ook een trial-periode voor de point products van Adobe, Photoshop, InDesign, Illustrator. Maar dat is natuurlijk niet voor deze webinar. Dus ik zou zeggen, maak u een Adobe ID aan. Want het is al meteen een manier om met al die designers die daar bijna allemaal over beschikken over een account, verbindingen te gaan leggen. En dat is waar we natuurlijk willen naartoe werken. Momenteel is het nog vaak zo dat heel veel projecten, heel veel jobs worden gemaild, ge-retransferd. Ik denk dat WeTransfer ontploft van de designfiles die over en weer geketst worden. Maar als je met cloud storage oplossingen gaat gaan werken, dan ga je eigenlijk een pipeline opzetten tussen 2 partijen en kunnen, of meerdere partijen, en kunnen vlotjes bestanden gaan doorspelen naar elkaar. Okay? Dus maak een Adobe ID aan, zou ik zeggen. Goed. Nu, wat doet al die magic werken bij Adobe? Dat is wat ze noemen de Creative Sync. En de Creative Sync is technologie die zorgt dat eigenlijk al uw bestanden gesynchroniseerd worden doorheen de cloud. Nu, het gaat hier eigenlijk niet alleen over puur bestandsdeling, want daar zijn heel vele van jullie ongetwijfeld wel mee vertrouwd. Wij hebben Google Drive, wij hebben OneDrive, we hebben Dropbox, Box.com. Je kunt daar een heel lange lijst van gaan opbouwen natuurlijk. Maar Creative Sync, dat is een iets ander niveau. Dus eerst en vooral hebben we daar ook wel de cloudopslag van files. En voor mensen met een betalend abonnement, die beschikken meteen over 100 gigabyte opslag in de cloud. Dat is al ietsje meer dan de 2 gigabyte natuurlijk. Dus daar kun je heel veel bestanden in gaan stoppen. Ik bijvoorbeeld gebruik mijn cloudopslag hoofdzakelijk voor courantenprojecten die aan de gang zijn. Ene keer dat die afgelopen zijn, gaan die ook naar mijn server ergens en worden die gearchiveerd. Verdwijnen die uit de cloud om daar weer plaats vrij te maken natuurlijk.
Maar Creative Sync is veel meer dan dat. Creative Sync is ook de technologie van Adobe die ervoor zorgt dat al uw applicaties met elkaar kunnen gaan beginnen praten. En wat dat juist inhoudt, dat gaat u wel duidelijk worden ook aan de hand van Spark en aan de hand van Rush straks. Goed, Adobe heeft een heel grote collectie aan applicaties die met elkaar kunnen praten. Alleen al voor de desktop zijn er momenteel 18 applicaties, waaronder bijvoorbeeld InDesign, Photoshop, Illustrator. Maar ook voor mobile devices, voor smartphone en voor tablet, zijn er een 20-tal apps beschikbaar. En die apps, dat kunnen ook volwaardige apps zijn. Meest noemenswaardige, die eind vorig jaar is uitgekomen, is Photoshop. De mensen die een mooie iPad Pro thuis hebben liggen, ik zou zeggen, aarzel geen seconde, download Photoshop. Die is nu, net zoals op de desktop, beschikbaar op de iPad. En die twee kunnen naadloos met elkaar communiceren. Files die je maakt op je desktop, kun je gewoon in de cloud opslaan en onmiddellijk openen op je iPad en vice versa. Zo zijn er nog een aantal apps die dat kunnen. En daarnaast hebben we ook wat Adobe graag companion apps noemt. Er is bijvoorbeeld een soort van lichtgewicht layout applicatie voor smartphone. Lijkt een beetje op InDesign, maar het is geen InDesign. En ja, dat is een companion app, een verlengstuk als het ware, waarin dat je ook dingen kunt maken. En dan kun je vanuit die app gewoon zeggen, oké, stuur nu deze creatie naar InDesign, naar Illustrator, naar Photoshop, om daarin verder te gaan afwerken. Voor de tekenaars onder jullie die mogelijk vertrouwd zijn met Procreate bijvoorbeeld, Adobe heeft daar zijn eigen variant van uitgebracht vorig jaar ook, Adobe Fresco. Dus een zeer boeiende tekenapplicatie, zeker de moeite waard om eens te gaan. Dus dat is eigenlijk de Creative Sync. Ook daar weer, de sleutel is uw Adobe ID. Zo goed als alle apps, is het nu op desktop, op smartphone of op tablet, die gaan u eerst en vooral vragen om in te loggen. En dat doe je dus met uw Adobe ID. Right. Goed. Nu, naast natuurlijk uw applicaties met elkaar te gaan laten praten en zorgen dat al uw werk in de cloud opgeslagen wordt en overal voor u beschikbaar is en netjes gesynchroniseerd, gaat de cloud nog iets gaan doen en dat is het mogelijk maken voor u om uw werk te gaan delen in verschillende vormen of te gaan samenwerken met anderen. En met samenwerken, dan hebben we het echt over samenwerken in bepaalde bestanden. Ze zijn daar nog aan heel wat zaken aan het werken, maar voor de mensen die al een beetje vertrouwd zijn met Adobe XD, die heeft eind vorig jaar de feature erbij gekregen om gewoon live te gaan samenwerken op afstand in hetzelfde bestand. Dus jij ziet updates of wijzigingen van anderen bijna real-time gebeuren op uw scherm, wat dan natuurlijk een zeer mooie manier van samenwerken is uiteraard. Dus dat wordt ook mogelijk gemaakt, maar we gaan dat natuurlijk nog een keer een beetje in-depth gaan bekijken. Nu, in de cloud, dat is misschien in het begin voor mensen die toch nog wat twijfelachtig staan tegenover de cloud, is dit vaak een van de moeilijkste aspecten. Onderscheid maken tussen de verschillende soorten van opslag die er eigenlijk zijn. De meeste van jullie zijn allemaal vertrouwd met een klassieke opslag, zoals Google Drive, Dropbox enzovoort. Creative Cloud Files, CC-files, is hetzelfde principe. En ik ga het nog eens wagen om mijn scherm te delen met jullie, zodat ik dat eventjes kan tonen in actie. Goed, waarschuw mij Tom als het geluid weer wegvalt. Goed, dus ik ga mijn scherm opnieuw gaan delen. Goed, en jullie kunnen allemaal mijn desktop zien, veronderstel ik. Dus als wij Creative Cloud installeren op de desktop, een van de eerste dingen, of de facto het eerste ding dat wordt geïnstalleerd, is de Creative Cloud desktop applicatie. Ik ga die eventjes helemaal maximaliseren. En deze vraagt u dan onmiddellijk om in te loggen met uw Adobe ID. En die zorgt ervoor dat alles in de cloud gesynchroniseerd blijft met elkaar. Je kunt hier zien dat ik 52 gigabyte heb staan van mijn quota van 250 gigabyte en alles lijkt up-to-date te zijn. Hier heb ik ook een link Open Sync Folder. Ik ga er eventjes op klikken en dan gaan we zien dat er een Finder-venster open gaat.
En wij bevinden ons gewoon rechtstreeks in de Creative Cloud Files map. Dus dit is eigenlijk lokaal op je desktop de plaats waar dat je allemaal bestanden kunt gaan opslaan en mappen die dan gesynchroniseerd worden. Het probleem zijn hier straks. Goed, dat geluid. Goed. Ik heb inderdaad vernomen dat het geluid weer was weggevallen. Maar ik heb nu mijn screensharing weer uitgezet. Is het geluid reeds terug? Nu wel? Oké, het is terug. Alright, het heeft dus inderdaad te maken, denk ik, met de screensharing, waar we een beetje voor moeten gaan opletten. Alright, goed. Dus eventjes terug naar mijn presentatie. We hebben Creative Cloud Files gezien. Dat is een lokale opslag die je eigenlijk hebt. Een ander zeer interessante oplossing zijn de Creative Cloud Libraries. Die ga ik ook nog snel eventjes tonen. Libraries is in principe eigenlijk, hier spreken we niet meer van lokale bestanden op de computer, maar die zitten echt volledig in de cloud. Je hebt dus geen bestanden meer lokaal op de computer die je kunt versturen naar anderen. Nee, deze leven compleet virtueel in de cloud. Om dat eventjes te gaan tonen, ga ik toch nog een keer doorheen Photoshop, Illustrator, InDesign zeilen, heel snel. En dan kunnen jullie zien waar die vertoeven. Velen van jullie zullen die al gezien hebben. Bijvoorbeeld in InDesign vinden wij aan de rechterkant het CC Libraries paneel. En ik heb hier nu een bibliotheek openstaan van Dream Estates. Maar diezelfde library die we daar terugvinden, die vinden wij ook in Photoshop terug. En die vinden wij evengoed in Illustrator terug. Dus eigenlijk alle zaken die wij daar instoppen, dus alle zaken die wij eigenlijk gaan toevoegen aan CC libraries, die leven dus doorheen al onze applicaties. En net als met bestanden kunnen we eigenlijk die bibliotheken ook gaan delen met andere mensen om in te gaan samenwerken. Een zeer klassiek voorbeeld van een CC library is een huisstijl. Dat is super handig om dat altijd en overal uiteraard bij de hand te hebben. Dus CC libraries, wie dat daar nog niet mee aan de slag is, ik zou zeggen, wacht daar geen seconde langer mee, want het is een van de krachtigste tools om je workflow echt revolutionair te gaan versnellen, eerlijk gezegd, doordat je al die zaken gewoon kort bij de hand hebt en daar onmiddellijk in alle applicaties mee aan de slag kunt gaan. Goed, dat was het stukje over de cloud en de opslag en samenwerken. We gaan moeten doorsteken, als ik kijk naar de tijd, naar Adobe Spark. Nu, Spark, zoals ik daar straks tijdens de introductie al eventjes aangaf, Spark is een applicatie. Wel, niet zozeer eigenlijk een applicatie, maar het is een tool die gericht is op marketeers en mensen in communicatie. Het is een heel lichtgewicht gereedschap waarmee dat je layouts kunt gaan maken en designs of visuele middelen voor social media bijvoorbeeld. Maar Spark is ook eigenlijk een verzamelnaam, want die bestaat uit drie verschillende zaken die ermee kunnen gemaakt worden. We gaan dat ook zien op mobile device, zijn dat drie verschillende apps die je kunt installeren. Dus zou je in de App Store of Google Play Store nu gaan zoeken naar Adobe Spark, ga je drie tools terugvinden en niet één. Wij hebben Spark Post, dat is waar we ons het komende kwartiertje op gaan focussen, Spark Post. Wij hebben Spark Page en wij hebben ook Spark Video. Video komt vandaag niet aan bod, omdat we ons gaan toeleggen op Premiere Rush, die volgens mij iets boeiender is. Spark Page gaan we ook niet dieper op ingaan, maar we gaan ons focussen op Post. Nu, wat je hier kunt zien, Spark Post laat u al onmiddellijk toe om enorm veel verbindingen te gaan maken met cloud services en web services. Nu, wat is de impact daarvan? Dat laat u toe om op heel veel manieren te gaan samenwerken met andere mensen. Zeer concreet voorbeeld, ik heb in Spark eigenlijk al iets klaargezet en laten we daar een keer live naar gaan kijken.
Dus ik ga eventjes switchen hier naar de Spark interface. Goed, alright. Voor de mensen die daarmee aan de slag willen, je kunt dat openen online, gewoon spark.adobe.com. Zoals ik zei, op desktop is daar geen applicatie of programma voor dat we kunnen installeren. Maar je kunt uiteraard wel hier vanuit de Cloud App, kunnen we hier bovenaan naar de Web Services gaan en daar ga je Adobe Spark terugvinden. We zien daar ook staan Launch of Starten. En dan gaat gewoon de website van Spark open gaan. Goed, dan komen wij hier terecht. Nu, voor alle mensen in marketing en communicatie die daar zijn, misschien zitten er onder jullie ook wel een aantal social media managers die freelance werken voor diverse klanten. Die hebben er eind vorig jaar ook een zeer mooie functie bij gekregen. En dat is het beheren van meerdere merken, dus meerdere klanten eigenlijk die je hebt. En ik zit nu hier op het gedeelte brands. En dan ga je zien dat ik hier bijvoorbeeld een brand heb voor onze Talent Academy, voor Typographics en een fictieve brand dat ik speciaal voor deze demo heb geïnstalleerd. Dream Estates heb ik die genoemd. Nu, hoe gaat dat hier in zijn werk? Dat is eigenlijk heel simpel. Je hebt hier een knop en daar staat Create a Brand. Ik ga daarop klikken. Dan komen wij hier terecht. En die vraagt ons simpelweg, oké, toon mij uw logo. Hij accepteert JPEG en PNG bestanden. Dus ik ga hier eventjes kijken. Ik heb die al in mijn cloud opgeslaan. Dream Estates, Brand Assets. Hop, en ik ga die PNG er gewoon bij nemen. Goed. Die wordt geüpload en we zien onmiddellijk hier aan de rechterkant al een beetje een preview van alle templates waarop dat het logo wordt toegepast. Nog een beetje meer Adobe Magic. Hier staat, oké, voeg een kleur toe, maar er staat Pick Your Color. Nu kunnen we uiteraard zelf onze kleuren gaan kiezen. Je kunt uw hexwaarde gaan ingeven die in uw brand guidelines genoteerd staan. Maar het doet ook wel werk voor ons. Hier staat gewoon logo colors. Hij heeft die werkelijk uit het logobestand gepikt. En dan kunnen we die aantikken op en onze brand color zo gaan instellen. Voilà. Dan vraagt hij met welk lettertype dat we werken. Nu, we krijgen hier een beperkte selectie van Adobe waar dat we mee kunnen gaan werken. Maar ik vermoed dat de meeste van jullie wel een uniek font of een eigen font gebruiken voor de branding. Geen enkel probleem, zeggen ze bij Adobe. Add your fonts en je kunt gewoon OTF of TTF bestanden gaan uploaden. Waarna dat je die perfect kunt gaan gebruiken in Spark. Goed. Ik ga er nu voor het gemak eentje gewoon kiezen hier uit het overzicht. Voilà, ik ga voor de Proxima Nova Black gaan. En we zien dat dat hier weer geüpdate wordt. Ik klik eventjes op Next. Dreams come true ga ik dat hier noemen. Voilà. En nu is eigenlijk Adobe Spark bezig met een heleboel templates al voor mij te gaan bouwen en eigenlijk mijn branding doorheen heel het Spark-systeem te gaan instellen voor mij. Goed, dit is al een heel mooie, maar Michael, ik hoor u al denken, hoe gaan we daar nu eigenlijk mee aan de slag? Dus we werken hier met een principe van templates die we gaan bouwen. En ik heb nu als fictief brand een real estate bedrijf genomen. Ik kan mij voorstellen dat dat real estate bedrijf op met regelmaat van de klok nieuwe panden zal gaan willen publiceren via Facebook, via Instagram. Maakt niet uit waar dat zij natuurlijk aanwezig zijn. En dan zal het handig zijn om daar natuurlijk één template voor te hebben. Dus ik ga nu zeggen, oké, maak men een nieuwe template. En uiteraard, een template, de bedoeling daarvan is dat je die continu kunt hergebruiken. Al een eerste mooie dat we hier zien is wanneer dat we een formaat moeten gaan kiezen. Spark houdt alle courante en gangbare social media formaten voor u bij de hand. We zien hier LinkedIn, Facebook, Instagram. Geluid weer weg. Geluid is terug. Dus Eventbrite, Twitch, you name it, they have it. Dus je kunt hier heel gemakkelijk gaan kiezen.
Laten we voor een klassieke vierkante Instagram gaan. Je ziet ook onmiddellijk dat het logo hier aanwezig is. En dat kan ik gewoon vrij verplaatsen op mijn pagina. Ik kan dat wat groter maken. Voilà. Goed. Dus dit is het begin van mijn template. Ik kan hier ook zeggen, oké, op die template moet misschien iets van tekst. Dus ik kan hier al een stukje tekst gaan kiezen dat misschien relevant is. Laten we zeggen dat we op elke post onze contactgegevens erbij willen hebben. Dus dan kan ik die heel gemakkelijk hier misschien gaan bijplaatsen. Het logo iets beter in de hoek gaan plaatsen. En een beetje kleiner. Hop, en mijn contactgegevens daarbij. Goed, en in de achtergrond mag daar altijd een image komen. Nu, voor de template ga ik daar een placeholder image gaan instoppen. En dan ga je meteen nog een zeer leuke functie zien en ook al de verbindingsmogelijkheden die Spark dus biedt. Wij hebben hier Adobe Stock voor mensen die graag met stock websites werken. Heel veel mensen werken vandaag de dag nog wel met Shutterstock bijvoorbeeld of iStock. Adobe heeft zijn eigen platform en dat is uiteraard gewoon rechtstreeks geïntegreerd in Adobe Spark. We kunnen ook gaan halen uit de Creative Cloud bijvoorbeeld. Er is ook Lightroom. Lightroom ga ik ook al eventjes laten zien. Het is een app die niet aan bod komt vandaag. Maar ik kan hier gewoon rechtstreeks in de foto's gaan duiken die in mijn Lightroom staan. En Lightroom heb ik als mobiele app op mijn telefoon. Dus stel, ik ben vastgoedmakelaar. Ik ga van een nieuw pand foto's gaan trekken met een smartphone. Ik doe dat met Lightroom. Die staan onmiddellijk hier erin. En ik ging vandaag het bedrijf verkopen dat ik beloofd aan onze baas. Dus ik heb foto's getrokken van Typographics. Voilà. En ik kan die gewoon rechtstreeks vanuit Lightroom gaan halen. Dat is een heel, heel mooie optie, vind ik persoonlijk. Die connectie met Lightroom. Velen onder jullie gaan zelf foto's gaan trekken de dag van vandaag. Lightroom laat ook toe om albums bijvoorbeeld te gaan delen en met anderen te gaan samenwerken. Dus je kunt fotografen vragen om te uploaden naar een bepaald album dat dan geconnecteerd is met uw Spark-systeem. We hebben hier ook Dropbox, we hebben Google Foto's en we hebben nog Google Drive. Maar nog een hele leuke waar dat veel marketeers toch wel dol op zijn. Find free foto's en jawel, wij verbinden met Pixabay en een splash. En ik ga hier nog eventjes gewoon zoeken naar een villa. Voilà, dan hebben wij hier een zeer fancy villa die we daarin kunnen gaan plaatsen. Voilà. En laten we zeggen dat onze template klaar is. Ik ga dat hier zeggen. New Real Estate. Ga ik die template noemen en ik klik op Save. Nu is het aan jullie eigenlijk, marketeers, om een keer te gaan kijken. Kijk, wat doen wij courant op social media? Wat voor posts sturen wij vaak de wereld in? En die dat vaak terugkomen zijn degenen die je best natuurlijk naar een template kunt gaan omzetten. Eenmaal dat die in uw branded templates terechtkomen, krijgen we een create-knop. En dan gaan we gewoon telkens opnieuw op basis van dit templateje nieuwe dingen kunnen gaan maken. Dus je kunt heel gemakkelijk nu die contactgegevens aanpassen. Je kunt die foto gaan vervangen. Enzovoort en zo verder. En dan gaan we nog zien dat we dat kunnen gaan exporteren op het einde van de rit. Nu, er zijn creatief wel redelijk wat mogelijkheden om hier ook met tekst en beeld te gaan spelen. Tekst, ja, dat gaat ietsje te veel tijd in beslag nemen, maar wij hebben nog een uitgebreider webinar in de pipeline zitten voor jullie, waar dat we op 2 uur tijd veel dieper ingaan op Adobe Spark. Dus hou dat zeker in het oog. Goed, dus wij kunnen hier nog allerhande zaken aan gaan toevoegen en opnieuw, we kunnen hier heel gemakkelijk afbeeldingen gaan aanpassen. Nu, wat doen we dan op het einde van de rit? Ik ga misschien nog eventjes mijn afbeelding aanpassen. En ik ga een keer gaan kijken in die Lightroom toch. En dan het bedrijf weer gaan verkopen. Goed, pand 02. Typographics ga ik hier inzetten. Dat gaat hier wel een centje kosten. Goed. Nu,
Het is een heel mooi systeem. Ook als we bijvoorbeeld gaan zeggen, social media, ja, vaak is dat niet één beeldje, maar vele beelden. Een mooi voorbeeld van de mogelijkheden dat hierin zitten is bijvoorbeeld de resize-functie. Wij hebben nu deze post gemaakt, vierkante post. Maar stel dat we zeggen, oké, ja, we zouden misschien toch liever voor Facebook een afbeelding ook hebben. Wel, dan kan ik hier simpelweg een ander formaat aan klikken en Spark gaat ons trachten zo goed mogelijk te helpen om die template om te vormen naar het nieuwe formaat. Een beetje magie opnieuw dat we hier zien. Of naar een LinkedIn blogpost bijvoorbeeld en die gaat ons helpen om dat te gaan aanpassen. Hebben we voor vastgoed meer afbeeldingen nodig, dan kunnen we een keer gaan kijken naar een layout met bijvoorbeeld meerdere paneeltjes die we hier hebben. En kan ik er zien voor een interessante. Deze kan misschien mooi zijn. Voilà. Kan ik het logo er hierin bijzetten. Misschien de contactgegevens hier plaatsen. Voilà. We zien ook mooie uitleidingsopties telkens. En in al die andere vlakken kan ik nu gemakkelijk nog foto's gaan invoegen, die ik weer uit Lightroom zal gaan halen. Dan 02, voilà, misschien wat foto's van het interieur. Onze Academy gooien we erbij. Voilà, en nog één keer op pand 02. Ik zie zo misschien de werkruimte, of dat is de printroom. Maar voilà. We hebben een boeiende compositie opgebouwd met een hoop afbeeldingen en we kunnen ons pand gaan publiceren. Nu, hoe haalt je dat hieruit? Hier staat bovenaan een downloadknop en dan kun je kiezen om dat als PDF, JPEG of PNG te gaan exporteren. En dan heb je je beeldje en kun je daar alsnog alle kanten op gaan. We hebben ook een share-knop om rechtstreeks van hieruit deze creatie te gaan publiceren en van hieruit, vanuit Spark zelf, kunnen we onmiddellijk naar Facebook en naar Twitter gaan publiceren. Of we kunnen het doormailen of een link naar andere mensen sturen. Een andere interessante optie is ook samenwerken met anderen die hier nu geïntegreerd is. Wij zien hier een mooi knopje bovenaan om mensen uit te nodigen. En dat is voor andere Spark users. Dus dan kun je deze creatie, dit bestandje, gaan doorsturen naar andere Spark users op basis van het mailadres. En dan kunnen zij deze Spark post zelf gaan aanpassen en gaan gebruiken voor communicatiedoeleinden. Dus dat is zeer mooi meegenomen, denk ik. Misschien nog heel kort eventjes laten zien. De mobiele app kunnen we niet uitgebreid aan bod laten komen. Maar ik ga hier toch eventjes gaan kijken. Ik had een videootje gemaakt voor de webinars. En die heb ik in webinar 01. Met de Spark app op smartphone kunnen we ook animatie gaan toevoegen. En zoals je ziet, dat is redelijk beperkt. We krijgen dan video's van 4 seconden met een zeer eenvoudige tekstanimatie of beeldanimatie daarin verwerkt. Ja. Het is al genoeg om de aandacht te trekken de dag van vandaag op social media. Dus maar dit is momenteel enkel nog maar mogelijk met de smartphone app. Maar deze functie is op komst naar de desktop ook. Hebben ze beloofd bij Adobe. Goed. Alright, dat was in een zeer snel tempo Adobe Spark. Ik ga hier een aantal van mijn tabbladen snel afsluiten. En dan zijn we klaar om eigenlijk een keer te gaan kijken naar Premiere Rush. Premiere Rush is heel snel een van mijn favoriete apps geworden. Ik werk heel graag met video. Video is op social media de dag van vandaag uiteraard niet meer weg te denken natuurlijk. Maar video vraagt ook wel redelijk wat tijd, eigenlijk investering van tijd om daarmee aan de slag te gaan. En je hebt daar ook technisch onderlegd personeel voor nodig. Maar we zien dat daar een beetje een democratisering aan de gang is. Er zijn heel veel mensen die, net zoals mij eigenlijk, van thuis uit gaan bloggen, webinars gaan houden, die zelf video gaan opnemen. En dat hoeft allemaal niet meer zo high-end videoproductie te zijn, want
Meestal is communicatie op social media toch een zeer kort leven beschoren, laten we wel wezen. Dus dan komt er een applicatie zoals Premiere Rush, die eigenlijk van iedereen een videomaker kan maken, om het zo te zeggen. En laten we een keer gaan kijken hoe dat die app eigenlijk werkt. Nu, eerst en vooral, waarom heb ik ook Rush nog aangehaald? Rush is wat Adobe zelf een multi-surface app noemt. En wat is een multi-surface app? Lightroom CC is er ook zo in. Dat is een app die zowel beschikbaar is op smartphone, op tablet, als op desktop als een applicatie. En alles wat je daarin creëert of maakt, in Lightroom zijn dat foto's, in Premiere Rush zijn dat uiteraard videoprojecten, die gaan de facto de cloud in. Het is met Rush zelfs onmogelijk om uw projecten offline op uw harde schijf te gaan opslaan. Die staan altijd in de cloud. Maar zoals je hier kan zien in mijn presentatie, die projecten worden gesynct met elkaar. Het mooie daaraan is dat jij bijvoorbeeld op een event of opnieuw voor onze Dream Estates een pand kunt gaan filmen bijvoorbeeld, opnames maken met een smartphone in dat pand. Je kunt al een heel snelle edit maken op je telefoon. Maar terwijl je dat project hebt aangemaakt op je telefoon, wordt dat gesynchroniseerd met de cloud. En eenmaal aangekomen op kantoor of 's avonds in je luie zetel, doe je laptop open en dat project staat daar klaar. En je kunt het verder gaan afwerken. Voor de mensen die eerder met Premiere Pro al aan de slag zijn gegaan, Premiere Rush laat ook toe om zijn projecten door te geven aan Premiere Pro. Premiere Pro heeft een optie om projecten te openen van Premiere Rush en dan kun je nog iets meer daar natuurlijk mee gaan uithalen in Premiere Pro. Niet waar, Tom? Ja, tof. Hij kan dat bevestigen, dat is onze video dan uiteraard. Goed, dus Premiere Rush is een multi-surface app, wat ik zeer boeiend vind. Qua interface bijna identiek op tablet, als op desktop, als op smartphone. En ook bij Lightroom CC is dat zo. Nu laten we dan een keer in de praktijk gaan bekijken hoe simpel dat is. Ik heb hier al een project klaargezet momenteel, pand 02. Dat zijn allemaal video's die ik deze ochtend nog heb opgenomen eigenlijk in ons hoofdkantoor. Maar ik ga eerst en vooral een keer laten zien hoe een creatie van een nieuw project eigenlijk in zijn werk gaat. Dus als wij hier gaan zeggen, oké, maak mij een nieuw project aan, dan zie je weer dat wij van overal videomateriaal kunnen gaan halen. Er zijn ook weer rechtstreekse verbindingen met Google Drive, Creative Cloud Files. En als je Dropbox installeert op je computer, ga je ongetwijfeld daar ook mee kunnen gaan verbinden. Dus misschien maak je niet zelf de videoopnames, maar je kunt dan wel vragen aan de persoon die dat doet om alle videobestanden in de cloud op te slaan, waardoor dat je er zelf onmiddellijk toegang toe hebt om te gebruiken in Premiere Rush. Goed, we kunnen die van overal gaan halen dus. Ik ga hier snel eventjes met de sample media gaan werken. En hier zie je dus dat wij gewoon kunnen gaan zeggen, oké, ik wil dit fragmentje eerst, dan dit fragmentje en dan misschien als laatste zullen we hier dit fragmentje gaan nemen. We zien ook 1, 2, 3. Dat is de volgorde dat ze eigenlijk in de timeline gaan komen. En dan geef ik mijn project een naam. En ik klik hier op Create. Hij gaat alle zaken nu op een tijdlijn gaan zetten. En wij kunnen aan de slag met onze videomontage. Nu ga ik wel dit project even achterwege laten, want ik heb een projectje aangemaakt deze ochtend van eigenlijk ons eigen hoofdkantoor. Ik kan daar een keer rap doorscrollen. Je ziet, ik heb hier een hoop opnames gewoon gemaakt uit de losse hand. Dus ze zijn een beetje shaky. Dat geef ik ook nog graag even mee voor de mensen die zelf met video aan de slag willen gaan. Een dingetje zoals dit, dat noemen we een stabilisator of een gimbal. Dat kost niet veel centjes en daarmee schiet je onmiddellijk heel stabiele beelden die er een pak professioneler uitzien. Ook met een aantal tips rond hoe dat je moet gaan filmen, rekening houden met licht en kadrage, ga je zelfs voor leken onder jullie mogelijk, ga je al veel professioneler ogende videobeelden kunnen gaan opnemen natuurlijk. Goed, back to Rush.
Dus zoals dat je kunt zien hier in Premiere Rush, wij hebben hier onderaan een timeline staan waarin dat we al die videofragmenten kunnen zien die ik eigenlijk heb opgeladen. Het is poepsimpel om die te gaan inkorten. Ik vind nu misschien dat de start hier toch ietsje te lang duurt. Hop, al zo. En hier een keer eventjes kijken. Hier wandelen we naar binnen. Misschien is dat begin alleen al goed genoeg. Dus ik ga ook dat wat gaan inkorten. Voilà, tot hier ongeveer. Hop, hier komen we dan binnen. En zo hebben wij nog een aantal shots. Wat kunnen we nog doen met die montage? Wij kunnen daar uiteraard overgangen gaan tussen zetten. Als jij graag met fades werkt tussen uw fragmentjes, dan is het heel simpel om daar een crossfade op te gaan zetten. En concreet, hoe ziet dat eruit? Zie je, daar hebben wij... Dat was heel luid. Waarschuwen ze mij hier. Heel stil zitten. Goed. Dus wij zien hier opnieuw dat daar nu een fade tussen zit. Ik ga eventjes sterk gaan inzoomen op mijn tijdlijn en dan kan ik eigenlijk mijn transitie nog wat meer gefade maken. Voilà. En dan hebben wij een tragere overgang tussen beide beelden eigenlijk. Dus overgangen hier tussen zetten is heel eenvoudig. Er zijn nog veel creatievere zaken dat je hiermee kunt gaan doen. Maar for the sake of time gaan we dat even moeten overslaan dit. We kunnen ook kleuren gaan bewerken, maar ook hier, ja, kleurbewerking. Dat is niet eenvoudig, dat is een zeer moeilijk onderwerp, Tom, nietwaar, in videomontage. Zeker als uw video opgenomen is onder verschillende lichtomstandigheden. Een cinematograaf die gaat altijd gaan proberen om eigenlijk aan colorization te gaan doen en eigenlijk een eenduidige tonaliteit doorheen heel de video te zetten. Overheen heel de video. Maar dat is, dat is een specialisme op zich, dus... Voor de mensen die zelf aan de slag gaan, tracht er gewoon goed op te letten dat uw opnames al redelijk goed dezelfde belichting en kleur hebben, waar mogelijk. Goed, wij kunnen uiteraard ook audio tracks hier op gaan zetten. Ik kan hier gerust een leuk liedje gaan kiezen. Kan ik er kijken in de sample media. Voilà, ik heb hier Dreamland, ik ga zeggen add, en dan wordt de Dreamland soundtrack hieraan toegevoegd. Ik kan hier eventjes uitzoomen. Voilà. En dan heb ik een mooi muziekje hierop. Goed. Het is niet zo hoorbaar voor jullie natuurlijk, maar je kunt er eigen muziek aan gaan toevoegen ook natuurlijk. Maar een van de meest interessante zaken dat we hier kunnen gaan doen, en we gaan het weer over branding moeten hebben, is bijvoorbeeld, stel je wilt hier je logo gaan bijzetten, wel, dan kun jij gaan zoeken opnieuw voor een beeld. En ik heb dit al voorzien in mijn Creative Cloud Files, bij Dream Estates, Brand Assets, Video. En zoals je kunt zien, heb ik hier twee PNG-bestandjes staan. Dit is mijn video-overlay en die heb ik gemaakt met Adobe Spark. Wanneer dat we met Spark dus geen achtergrondafbeelding gebruiken en we gaan gewoon ons logo daar zetten, dan kun je dat als een transparante PNG eigenlijk gaan binnenhalen. En ik kan dit bovenop in een aparte laag gaan leggen, dan een pak groter maken. Voilà. En ik ga dat hier wat plaatsen. Ja, ik zit met 4K-video, zie ik nu. Maar dat even terzijde. Voilà. En zoals je kunt zien, staat het logo of de branding nu eigenlijk hier heel eenvoudig bij. Een andere zeer interessante optie waar ze sterk op inzetten, is het gebruik eigenlijk van geanimeerde teksten en titels. Die duurt meestal eventjes om in te laden. En ja, dat willen alle mensen graag natuurlijk, motion graphics. Dus ik ga hier een keer eventjes kijken naar een interessante uitwerking. Ik heb hier de modern title dat ik er ga inslepen. En ik ga die hier ook bovenop gaan zetten. Hop. Om te zien wat de animatie is. Deze verschijnt gewoon.
Misschien vind ik toch een iets boeiender met wat meer animatie. Oké, even kijken. Voilà, hier zit al ietsje meer animatie in. Nu, uiteraard, je kunt hier zien dat die kleuren niet echt overeenkomen, maar al die motion graphics templates die hierin zitten, die kunnen bewerkt worden. Uiteraard kan de tekst, Office Space ga ik hier zeggen, lots of it, voilà, dat is de tekst dat erin komt. En ik kan hier ook de kleuren gaan aanpassen als ik dat eventjes terug selecteer, edit, dat zijn de shapes. En dan kan ik hier gemakkelijk gaan zeggen, oké, pak een keer die kleur. Dat zal niet voor nu zijn. En dan kan ik hier eigenlijk mijn brand color gaan pikken of ingeven. Voilà. En dan gaan we die balkjes gaan aanpassen. Goed, we hebben deze andere shape ook. Zoals dat je kunt zien, kan ik die hier apart gaan aanpassen eigenlijk en een ietsje andere kleur gaan geven. Voilà. Nu ga ik die eens eventjes afspelen. Hop. En we zien dat we daar geanimeerde titels hebben die daarin komen en ook terug weganimeren. Dus eigenlijk met zeer weinig werk en moeite kun je daar toch boeiende titels op gaan monteren. Nu, de laatste stap in heel dit proces is ook een interessante, zeker voor de mensen dat niet zo vertrouwd zijn met videobewerking. Wij moeten ons project naar de buitenwereld toe krijgen. En uiteraard moeten we dan gaan exporteren. Nu, dat kan een complex gegeven zijn, zeker als we gaan kijken in Premiere Pro worden er u heel veel technische vragen gesteld. Hier is dat echter niet zo. Hier kunnen wij gaan zeggen, kijk, ik wil gewoon 1080 pixels full HD hebben, een framerate van 24, voilà. En ik kan hier al netjes zien, dat gaat 261 megabyte zijn. Uiteraard een naam geven aan ons project, pand in. Allemaal. Voilà. En dan de locatie opgeven waar dat je dat wilt gaan exporteren. Dus dit is eigenlijk ja, een klassieke export. Maar voor de mensen die hier eventjes aan de linkerkant al keken, en dat is een zeer leuke, wij kunnen gewoon rechtstreeks met Instagram, Facebook en YouTube gaan connecteren. Dus je hoeft zelfs niet meer lokaal te gaan exporteren. We kunnen gewoon die verbindingen maken en dan continu vanuit Premiere Rush je video's onmiddellijk op je YouTube-kanaal gaan publiceren, of op Facebook, of op Instagram. Wat dan natuurlijk zeer snel is en zeer mooi meegenomen, zou ik zeggen. En dat geldt uiteraard ook voor de mobiele app. Voilà. Ik vrees dat mijn tijd om doorheen deze applicaties te gaan er een beetje op zit. Dus ik zou zeggen, zijn er vragen die we gaan behandelen? En ik ga een keer kijken. Hop. Ik zie hier al twee vraagjes over Premiere Rush. Kan je ook subtitles toevoegen? Niet zoals dat kan in een Premiere Pro-applicatie bijvoorbeeld. Ik kijk ook eventjes naar mijn collega Tom. Premiere Rush, nee, dan ga je eigenlijk moeten terugvallen, vrezen we, op ja, subtitles op eigenlijk die animated graphics dat erin zitten, de motion graphics, maar dat is niet de manier waarop dat je zoiets gaat gaan doen. Premiere Pro kan dat wel perfect subtitling gaan toevoegen. Maar zoals ik daar straks zei, de vraag komt van Sophie. Als jij ook beschikt over Premiere Pro, je kunt dus perfect heel je montage gaan doen in Premiere Rush en dan die laatste stap voor subtitling eigenlijk gaan doen in Premiere Pro, als je dat wilt. En YouTube heeft daar ook een hele leuke functie voor, om subtitles te gaan toevoegen. Dus dat is ook een workflow dat je een keer kunt gaan bekijken, of dat je misschien al mee vertrouwd bent om te gaan uitvoeren. Goed, nog een vraagje van Sophie. Zie ik, mag de kwaliteit altijd op high blijven staan voor Instagram? Wel, ik ben geen social media manager, Sophie. Maar als designer ga ik wel zeggen, bij creatie ga ik altijd op de hoogst mogelijke kwaliteit gaan exporteren.
om dat als bronbestand te hebben. Bijvoorbeeld ook, ik ben ietsje meer vertrouwd persoonlijk met YouTube. En ook met een collega Tom, wij publiceren redelijk wat video op YouTube. En daar is het wel de bedoeling dat je natuurlijk op 4K of op hoogst mogelijke kwaliteit gaat gaan exporteren. Want YouTube die gaat zelf de andere kwaliteiten voor u gaan genereren. De standard definition, de high definition gaat die voor u gaan aanmaken. Natuurlijk, als jij begint met een zeer klein formaat, standard definition, upscale of grotere formaten maken, dat gaat negatief zijn voor de beeldkwaliteit natuurlijk. Dus wij zeggen, we gaan altijd naar de hoogst mogelijke kwaliteit en van daaruit ga je naar de kleinere formaten. Els van Hoofd, kunnen jullie het webinar herbekijken? Uiteraard, jullie kunnen dat zoveel herbekijken als dat jullie willen via de link die je volgt na het webinar. Kan je in Spark aan data merge doen, vraagt Lisbeth. Nee, dat kan niet. Ik weet niet wat je daar voor ogen hebt natuurlijk aan data merge, maar als ik denk bijvoorbeeld weer aan de case die ik naar voren heb gebracht voor bijvoorbeeld het vastgoedkantoor, dan kan ik mij voorstellen dat die 50 panden hebben en daar snel 50 visuals willen gaan outputten. Dat is momenteel een InDesign job, zou ik zeggen. Goed. Mark die vraagt, hoe optimaliseer je beelden bij export uit Spark om zo licht mogelijk te maken? Wel, Mark, Spark is gericht op mensen in marketing. Die gaat er ten eerste al voor zorgen dat die zo optimaal mogelijk zijn. En er is ook totaal geen controle over de kwaliteit die daaruit voorkomt of het aantal megabytes dat die afbeelding zal gaan opleveren. Maar ze gaan wel al streven naar de best mogelijke kwaliteit met een aanvaardbaar gewicht natuurlijk. Dus dat zit daar gewoon achter de schermen ingeprogrammeerd. Ik vind dat je daar ook altijd een beetje met een korreltje zout moet gaan nemen, die optimalisatie. De meeste van jullie zijn wel vertrouwd met Facebook en ik ben vaak kwaad op Facebook omdat ik weet dat bij het uploaden van afbeeldingen, eenmaal dat die boven de 100 kilobyte zijn, hoe geoptimaliseerd ook dat je ze maakt, dan gaat Facebook gaan comprimeren. En daar word ik wel een keer boos van. We zien dat ook vaak in CMS-systemen nu terugkomen van websites waar dan een ingebouwde web-optimizer of image-optimizer ingebouwd zit. Nee. Dus die platformen gaan er zelf alles al aan doen om dat zo, ja, zo optimaal mogelijk te maken en zo licht gewicht mogelijk te maken. Voor uzelf, ik vrees, Photoshop is een van die applicaties die het meeste controle geeft over beeldoptimalisatie en gewicht van de afbeelding. Verschilt Spark veel van Canva, vraagt Bart de Meuter. Nee. Ik heb het daar straks niet vernoemd, maar Canva is inderdaad een tool die al een hele poos op de markt is. En eigenlijk is Spark, Adobe Spark Post dan, is daar de tegenpool van, om het zo te zeggen. Maar wat we niet behandeld hebben vandaag, dat is Spark Page en Spark Video. Dat zijn twee andere tools die eigenlijk mee onder dezelfde noemer vallen, waar dat je ook over beschikt. En wat we zeker niet uit het oog mogen verliezen, dat is eigenlijk al de connecties die we kunnen maken via Creative Cloud, via Dropbox, integratie van free stock images en dergelijke. Daarnaast is denk ik een beetje voor u te vergelijken tussen Canva en Spark. Waar denk je dat je de meest creatieve dingen mee kunt gaan maken. Ook een hele mooie bij Adobe, als je daar een account hebt, beschikt je over momenteel 1800 lettertypes die inbegrepen zijn in een betaald abonnement, die allemaal in Spark Post en in het hele Spark-systeem gebruikt kunnen worden. Dus eigenlijk, ik denk dat je mij bij Adobe krijgt wel meer bang for your buck, om het zo te zeggen. Wat ik daar straks ook niet heb meegegeven, door de coronacrisis is momenteel Spark 2 maanden compleet gratis, met inbegrip van alle features. Dus ik zou zeggen, probeer het zeker een keer uit, maar als je er dan niet mee wilt verder zetten, zeg dan terug op voor 6 juli, was het, als ik me niet vergis.
Dus het is 2 maanden gratis momenteel en je kunt het hele systeem gaan gebruiken. Ook de brandingfunctie, ben ik niet zeker of dat die te vergelijken is met Canva. Maar dat gegeven van die brands is iets waar dat ze hard op verder werken bij Spark. Daar zijn ook zeer veel vragen van de gebruikers op dat gebied. Werkt Spark in alle browsers, vraagt Mark. Ik ga mijn hand niet in het vuur steken voor Internet Explorer. Dat doen we nooit. En ook niet voor de Edge browser. Maar ik denk voor in de meeste up-to-date browsers zou dat uiteraard moeten werken. Chrome is een van de meest up-to-date. Maar daarnaast, ja, Safari gaat dat ook wel werken. Als ik me niet vergis, raden ze wel Chrome zelf aan. Okay. Maar ook, denk een keer aan de mobiele apps op tablet en smartphone. Die kunnen ook interessant zijn. Die staan los van een browser natuurlijk. Goed, Chloe die vraagt of Premiere Rush 3 gratis exports. Ja, inderdaad. Dus bij de proefversie eigenlijk van Premiere Rush kun je maar 3 gratis exports doen van je werk. Je kunt er wel blijvend projecten in maken om ermee te oefenen en mee verder te werken. Hoe zit dat bij Spark? Spark is nu 2 maanden gratis, zoals ik daarnet zei. Zodra dat vervalt of je wilt de gratisse gaan gebruiken, dan gaat er ergens altijd een vermelding van Adobe Spark vasthangen aan je gepubliceerd werk. Of er gaat een mini watermerkje op je creatie staan als je die exporteert vanuit Spark. Maar dat is met Canva niet anders. Canva kost ook centjes. Misschien als je hangt daar dan een prijs aan vast, inderdaad. Als ik me niet vergis, Premiere Rush is beschikbaar voor €12 per maand. Maar je krijgt daar niet alleen Premiere Rush voor, daar hangt ook dan onmiddellijk 100 gigabyte opslag aan vast, plus nog een aantal andere apps. Die pakketjes, hoe dat die samengesteld zijn, dat kun je allemaal in detail op de Adobe-website vinden. Wat ik heel vaak aanraad naar marketeers, er is nog altijd een Adobe Photography Plan dat momenteel beschikbaar is voor €12,99 per maand. Voor dat geld krijg je Photoshop, de desktop-applicatie. Je krijgt daarvoor Lightroom. Je krijgt daarvoor Premiere Rush. Spark zit daarin begrepen. 100 gigabyte opslag. 100 gigabyte opslag. Dus dat is voor €12,99 is dat niet mis, zou ik zeggen. En ja, ik zeg ook heel vaak naar marketeers, als je echt volledige creatieve vrijheid wilt om met visual assets aan de slag te gaan, ga dan voor, investeert u een tijd in het leren van Photoshop. Dat heeft een hoge instap, dat is geen gemakkelijke applicatie, maar ja, daar ga je op, in de long run, ga je daar natuurlijk gewoon alle kanten mee kunnen uitgaan, zie je. Maar voor dat abonnementje krijg je al heel veel natuurlijk. Goed. Kan je tekstvak plaatsen waar je zelf wil in Rush? Bart, jij bedoelde dan waarschijnlijk eigenlijk de titels die ik daar op het scherm had gezet, vermoed ik. Ja, dat kan. En ik wil dat gerust nog eventjes snel gaan tonen. Ik ga mijn beeld terug delen. Voilà, dus hier heb ik die animated titel. Of het nu afbeeldingen zijn of die motion graphics. Kijk, ik klik dat hier gewoon aan en ik kan dat... Oh, ik heb het verkeerde aangeklikt. Ik kan mijn video ook verzetten. Ik ga dan eventjes hier de selectie maken. Voilà. En dan... Voilà. Ik kan die inderdaad gewoon gaan zetten waar ik wil. Ja. Inclusief dat logo hier, dat kan ik uiteraard ook gaan vastpakken. Zo. En dan kan ik die gewoon... Maak het mij wat moeilijk, maar voilà, ook dat logo kan ik gaan zetten waar ik wil. Nu, hier krijg je zo'n raar transformatiekader rond. Maar dat heeft te maken met de afmetingen van dat beeld dat ik daarin heb gevoegd. Right, even kijken. Els van Hoofd die vraagt, hoeveel gebruikers kan je toevoegen voor €12,99? Els, bedoel je daar voor
Premiere Rush of bedoel je voor Adobe Spark? Want het abonnement kost voor allebei evenveel. Ik vermoed. Of ging het over het photography plan? Dat weet ik niet. Goed. Het pakket, vraagt Els van Hoof. Ah, voor Photoshop is dat wel. Voor Photoshop. Hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat, en ik moet opletten wat ik hier zeg. Adobe zelf, die zeggen, één account is één user, maar het werkt met een login, Els. En die login die kan je uitloggen, waardoor dat je met je login gewoon op een ander toestel aan de slag kan. Nu, laten we als voorbeeld nemen Photoshop bijvoorbeeld. Je kunt dat op 100 computers installeren als je wilt. En dan eigenlijk met je login van het ene toestel naar het andere gaan reizen. Door altijd uit te loggen en in te loggen. Dus het is in principe mogelijk om dat te delen met een collega bijvoorbeeld. En dan samen daar gebruik van te maken. Het is ook mogelijk om op twee toestellen tegelijkertijd ingelogd te zijn. Dus jij en je collega kunt tegelijkertijd Photoshop draaien op uw desktopcomputer en ingelogd zijn in de Creative Cloud. Dus dat gaat. Maar vanaf dat er een derde persoon dat zou proberen, dan gaat die een melding krijgen: Hola, je bent al twee keer ingelogd, gelieve een van de twee anderen uit te loggen, wat dat die dan ook kan doen. Dus die kan dan u of uw collega eruit gooien effectief en dan zelf aan de slag gaan met Photoshop. Dus dat gaat, maar het is niet optimaal, zou ik zeggen. Ik heb ook al gemerkt tijdens opleidingen dat je dat bij Spark bijvoorbeeld absoluut niet mocht doen. Allee, je kunt dat doen, maar dat conflicteert enorm. Als je in drie of vier browsers met dezelfde account ingelogd bent, dan ga je enorm veel conflicten bij het opslaan van de projecten krijgen en dergelijke. En ja, dat is een beetje contraproductief natuurlijk. Goed, Sophie die vraagt of je de blauwe tekst ook kan opslaan als template. Dat heb ik nog nooit geprobeerd. En ik kijk eventjes naar mijn collega, maar ik denk in Premiere Rush. Kunt je die al terug opslaan naar. Kunnen natuurlijk een keer gaan selecteren. Ik kan dupliceren. Ik kan hier ook precies niet kopiëren. En dan naar een ander bestand gaan of project om het daarin te plakken. Nee, nog niet. Nu, ik weet wel, dat is een van de top requested features, want het is momenteel ook nog niet zo simpel om je eigen motion graphics templates daarin te bouwen. Als jij ergens in je buurt of in het bedrijf iemand hebt die zeer goed met After Effects of nee, met Premiere kan werken, die kan voor u wel custom templates gaan bouwen die dan bij u in Premiere Rush kunnen ingebouwd worden. Dus dat is wel een mogelijkheid. Dat is graag gedaan, Els. Alright. Oké, ik denk dat we de meeste vragen beantwoord hebben. Dat was al de tijd die wij hadden voor vandaag. Ik hoop dat iedereen toch al iets gehad heeft aan deze webinar op snelheid, zou ik zeggen. Zodra dat ik de boel hier afsluit, zo dadelijk volgt er nog een evaluatieformuliertje. Laat ons vooral weten wat je ervan vond van dit webinar. Want wij gaan er nog geven en we willen die blijvend verbeteren natuurlijk. Na het invullen van het webinar gaan jullie ook nog een mooie pagina hier te zien krijgen met een overzicht van onze aankomende webinars. Wij geven ook nog twee betalende webinars waar dat we echt een deep dive maken in Premiere Rush en in Adobe Spark. Twee aparte webinars. Die duren 2 uur en daar gaan we echt hands-on aan de slag en kunnen we ook met elkaar communiceren. En wij hebben daar nog een mooie actie lopen voor wie zich inschrijft voor 12 uur vannacht. Die krijgt daar nog een fikse korting op. Maar dat wordt allemaal netjes uitgelegd in die laatste pagina die jullie te zien krijgen. Jullie krijgen ook nog een follow-up mail met daarin de link naar dit webinar. En dan kunnen jullie nog zoveel komen kijken naar deze uitzending als jullie willen. Nogmaals bedankt om hier zo talrijk aanwezig te zijn en
graag tot een volgende keer. Bye.